Ik heb hier een plaatje gemaakt voor een duidelijk uitleg, zullen we zeggen. Ik probeer uit te leggen hoe margin werkt met witruimte. Margin is eigenlijk gewoon dat hij dus eigenlijk een soort witruimte, van het blokje, zullen we zeggen, op zich, wegduwt van hetgene waar hij tegenaan zit. Standaard zit zo'n div ergens linksboven tegenin de hoek geduwd. Stel dus dat je hem dus van boven de kant en de linkerkant af wil hebben, zou je dus aan de linkerkant en de bovenkant een e aantal pixels witruimte moeten creëren met margin. Dus als hij links boven in de hoek geduwd is. Stel dat je hem een float right hebt gegeven, dus dat hij rechts boven in de hoek is en je wil hem dus hier van de kant af hebben en boven bijvoorbeeld. Dan moet je hem dus hier rechts witruimte geven, zodat hij zichzelf eigenlijk naar links toe duwt. En boven eigenlijk witruimte hier aan de bovenkant geven, zodat hij zich naar beneden duwt. Hij duwt zich wel eens, ja, zoals je het zegt, gewoon van het object af waar hij tegenaan zit. Is het zo dat je margin eigenlijk in één regel noteert. Je kunt hem ook margin left en margin right, margin top en margin bottom geven, maar je kunt ook margin gewoon typen. En dan kun je dus de vier waarden aangeven van waar die dus witruimte moet hebben. Dat klinkt nogal vaag nogal. Ik probeer het eventjes uit te leggen aan de hand van het tweede vlak wat we hebben. Want het eerste vlak, als ik hier kijk, dat zit eigenlijk linksboven tegen in de hoek. Hier hebben we dus eigenlijk de container omheen gezet. Dus die staat op zich al perfect. Deze, dus die navigatiediff, die moet dus eigenlijk iets van de bovenkant afkomen te staan. Want die staat nu rechtsboven in een hoekje. Dat moet hij dus niet hebben. Dus hij moet eigenlijk, dan moeten we dus gewoon gaan meten. Dus ik pak gewoon mijn selectietool, vierkante selectietool. En ik ga dus een vlak trekken tot aan eigenlijk het begin van dit vlak. Ik zal ook even wat inzoomen, dan kun je het beter zien. Voor de mensen die echt precies werken, ga je dus meten, informatie opvragen. Je ziet dus dat die 29 pixels van de bovenkant afkomt, want de hoogte van dit vlakje is dus 29 pixels. Dus we zouden aan de bovenkant 29 pixels willen hebben. Nu is het zo dat als we margin typen, dan kun je dus eigenlijk die vier dingen aangeven. En je ziet al hier aan het pijltje, het moet met de klok mee. Dus het begint bovenaan de waarde, dan rechts, dan onder, dan links. Dus in die volgorde. Dus altijd onthouden, boven beginnen, dan met de klok mee. Dus we weten nu dat 29 pixels aan de bovenkant is. Dus als we dat gaan noteren bij hoofdnavigatie, want dat is dus het vlakje. Even scrollen naar boven toe, want die staat bovenaan ergens. Hoofdnavigatie. Gaan we dus de volgende regel typen en dat is dus margin. Dus de eerste is boven, die hebben we dus nodig, 29 pixels. En vervolgens doe je dus met spaties, zeg je van oké. Okay, rechts, dus met de klok mee, hè. Rechts hoeft niks. Onder, op dit moment, weet ik ook niet precies hoeveel pixels er misschien onder moet, is even op dit moment niks. En links hoeft hij ook niks, want hij is rechts uitgelijnd. Hij drijft naar rechts. Dus als we dit nou doen, en we gaan nou kijken hoe dat eruit ziet hier, even naar boven scrollen. Dan zou deze dus eigenlijk 10, 29 pixels naar beneden geduwd zijn. Nou, je ziet dus ook dat dat dus ook echt gebeurt. Je ziet dus ook dat hierboven een witruimte is ontstaan. Dat is altijd al geweest. Je ziet dus hier als ik met mijn Inspect Element ga kijken in Chrome, dat de body namelijk een standaard margin heeft van 8 pixels. En je ziet nou ineens margin staan, maar dan maar één keer 8 pixels staan. Dus je denkt van, hey, hoe kan dat nou? Want heeft hij nou alleen boven 8 pixels? Nee, hij heeft dus 8 pixels boven, 8 pixels rechts, 8 pixels onder en 8 pixels links.
Dit is eigenlijk de korte notering. Ik zal dat heel even uitleggen aan de hand van even de volgende die we dus witruimte willen geven. Ik ga even kijken hoeveel witruimte daartussen moet zitten. Hij staat eigenlijk geplakt tegen het hoogste element, dus dat is die dat is het logo hier. En die logo, daar wil ik dus een margin aan de onderkant geven. Dus ik ga die logo margin aan de onderkant geven, zodat deze twee vlakken naar beneden worden geduwd. Want het werkt ook andersom, hè? Dus als je hieronder dus witruimte geeft, ja, dan duwt hij eigenlijk weliswaar deze twee omlaag, omdat er nog zo'n stuk touw tussen zit, hè? Die reset div. Dus ik ga dat opmeten. Even kijken, zo, een beetje omlaag. Ja, dat is 25 pixels. Dus ik ga naar logo en dan ga ik even het volgende uitleggen hoe je dus, we hebben dus alleen maar 25 pixels aan de onderkant. Dus we zeggen margin, 0 pixels aan de bovenkant, 0 pixels aan de rechterkant. Oh, oh, oh. Heb ik nou iets? Oh, druk de per ongeluk ergens op. 0 pixels aan de rechterkant. Wat was het nou? 25 pixels aan de onderkant. En 0 pixels aan de linkerkant. Dus dit zou ervoor zorgen dat die dus naar beneden geduwd wordt. Die twee vlakken. En dat gebeurt ook. Dus die staan nou eigenlijk alle vier goed. Nu moet hier nog weer ruimte komen. Nu is het zo, dat stel dat dit vlak boven, rechts, onder en links 25 pixels zou hebben, dan zou dit eigenlijk hier zo genoteerd kunnen moeten worden. Volgens het, hoe ik het heb uitgelegd. Dus 25 pixels, 25 pixels, 25 pixels en 25 pixels. Nu is het zo dat programmeurs altijd vrij lui zijn. En tenminste, daar lijkt het altijd op. En als ze dus minder hoeven te typen, dan hebben ze meestal altijd wel ergens iets verzonnen waardoor dat dus kan. Nou, als je dus overal 25 pixels ruimte wil hebben, kun je het ook zo noteren. Dus de short notation. Dan zeg je eigenlijk gewoon 25 pixels overal. Nu is het zo bijvoorbeeld dat je ook dit kan doen, wat we bij de container hebben gedaan. Stel dat er dus een margin is met 10 pixels aan de bovenkant, 25 pixels aan de rechterkant, 10 pixels aan de onderkant en 25 pixels aan de linkerkant. Dan kun je het ook zo noteren. En dat kan dus alleen als dus de boven en beneden hetzelfde is en links en rechts hetzelfde. En dat hebben we ook al gezien bij onze container, div. Dan kun je het zo noteren. 10 pixels, 25 pixels. Wat eigenlijk hier staat is hetzelfde als wat hier staat. Hij zegt gewoon, oké, boven en beneden 10 pixels, links en rechts 25 pixels. Dus als we naar onze container gaan, dan zien we dus ook boven en beneden 0 pixels, links en rechts auto. En nou kan ik eigenlijk niet vaak genoeg zeggen, auto gebruik je dus alleen maar in deze situatie. Want auto doet verder eigenlijk niet veel meer of minder dan als hij dus in het midden uitgelijnd wordt, dat het dan werkt. Zet dus niet als er iets 0 pixels moet zijn op auto, want dat geeft een totaal andere result, dus eigenlijk een oplossing dan wat je eigenlijk had verwacht. Dus gebruik die auto dus eigenlijk nooit, alleen maar als iets 0 pixels auto is, dus 0 pixels en in het midden uitgelijnd moet zijn. Dus je hebt eigenlijk gewoon drie manieren om die margin te noteren. Bijvoorbeeld, je hebt dus die lange notatie. Je hebt de korte notatie als je dus boven en beneden hetzelfde hebt en links en rechts hetzelfde hebt. En je hebt een superkorte notering als je dus overal hetzelfde wil hebben. En dat is dus die 25 pixels. Nu is het zo dat ik al aangaf dat, zoals je al hier zag bij die inspect elements, ik zal het nog een keer doen, dat die margin
op die body overal 8 pixels is. Nu is het zo dat ik eigenlijk gewoon complete controle wil hebben over hoeveel witruimte hier staat. Dus niet die default 8 pixels. Dus die ga ik ook terugzetten, die waarde, naar 0 pixels. Nu hebben we heel vaak classes en ID's gebruikt. Dus dat hekje of die punt. Maar nu gaan we dit doen. We zeggen gewoon body. Gekruld hekje openen. Gekruld hekje sluiten. En we zetten hier dus tussenin margin 0 pixels. Nu is het dus heel duidelijk te zien dat ik dus hier geen punt heb neergezet of een hekje. Wat is nu echter het geval dat als je dit ziet, spreek je eigenlijk dat element direct aan. Nu is er zo dat in een HTML maar één body staat. Je kunt er nooit twee hebben. Dus in dit geval is het ook zo dat als ik dus die body aanroep en ik zet de margin op 0, dan zou eigenlijk in theorie zeggen van alle bodies in een HTML moeten een margin 0 pixels hebben. In dit geval kan er maar één body bestaan, dus dat is op zich prima. Dus ik hoef daar niet een speciaal nieuwe ID voor aan te maken. Ik kan het gewoon zo oplossen. Dus als ik dit save en ga bekijken, dan zul je ook zien dat dus die 0 pixels die dus default heeft, of die 8 pixels, worden overschreven door die nieuwe stylesheet wat ik heb geschreven. En die zorgt ervoor dat het weer op 0 komt te staan. Zoals ik het ook logisch zou hebben zou zien. Nou, je ziet dus dat de witruimte is verdwenen. Nu moeten we dus eigenlijk nog witruimte hier gaan creëren. Bij deze herhalende derde kolom. We gaan meten hoeveel witruimte daartussen zit. Even kijken, een beetje inzoomen. En dat is dus 11 pixels. Dus tussen deze en deze moeten 11 pixels, maar die laatste, die moet niet 11 pixels aan de rechterkant hebben, want dan hebben we een probleem. Want dan krijg je dat verhaal weer wat ik had, weet je wel, met die boomstammen. Dit gaat dan net niet passen, als deze nog 11 pixels aan de rechterkant heeft. En dan gaat hij naar de volgende rij. Dus we gaan eventjes kijken hoe dat gaat werken als we dus 11 pixels aan de rechterkant doen. Even kijken, waar zit die? 1 derde kolom. Margin. Aan de rechterkant dus. Dus we gaan eerst 0 pixels. 11 pixels aan de rechterkant. 0 aan de onderkant. 0 aan de linkerkant. Als je dit nu doet, dan zul je zien dat we een probleem gaan krijgen. Deze staat precies goed. En deze, die kan er net niet meer langs, omdat die dus hier ook 11 pixels, ik zal hem even inspecten, 11 pixels aan die kant heeft. Dat zie je dus ook. Dus dat is een probleem. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, we kunnen eigenlijk, met classes is het heel makkelijk, want je kunt er eigenlijk een nieuwe class onder zetten. Of helemaal ergens onder, maar we kunnen een nieuwe class aanmaken. Je zegt 1. Tenminste, dat vind ik het meest logische. 1 derde kolom laatste. En daar zetten we in margin 0 pixels. 0, nou ja, overal 0 pixels. Dus dat kunnen we zo noteren zoals we dat net hebben verteld. En die kunnen we eigenlijk toevoegen. Dat is het voordeel van die classes. Die kunnen we toevoegen op dat laatste divje met die 1 derde kolom. Dus als ik hier nou 1 derde laatste bij zet, dan zou het moeten zijn dat ze nu wel naast elkaar passen. En dat is nog niet het geval. Hoe kan dat? Even kijken. Ik heb het idee dat ik mijn container te smal heb gemaakt. Ik wil even kijken hoe breed die exact is. Kijken.
Je ziet dus dat die witruimte niet 11 moest zijn, maar 10. Dus ik heb me een klein beetje vergist. Dus als ik nu die ga aanpassen, ja, soms komt het heel nauw. Dus dat zijn dan net 2 pixels te breed en dan past hij niet meer. Kijk, en nu past hij dus nog niet. Dan heb ik hem opgeslagen, ja. Even kijken, wat doe ik fout? Dan is het misschien zo dat die klommen net iets te breed zijn. Even kijken. Ik had 311, dat moet dus 310 zijn. De hulplijnen staan ietsjes off. Even kijken. 310. 7. Kijken hoe dit eruit ziet. Ja, nu passen ze dus wel naast elkaar. Dus je ziet hoe nauw dat komt. En als ik die laatste nou ook inspecteer, dan kun je hier rechts ook zien hoe dat zit met die margin. Hij heeft de standaard van 1 derde kolom, heeft hij dus een margin van 10 pixels gekregen. Maar vervolgens wordt die overschreven door die 1 derde laatste kolom. Dat zie je hier. Dus nu passen ze dus alle drie naast elkaar. Ik denk dat er nog wel witruimte tussen dit hier en de 1 derde kolom. Maar die margin die ga ik dus op die 2 kolom stacks neerzetten. Dus we gaan even meten hoeveel dat is. Even mijn blokmodel aanzetten. Oké, aan de bovenkant is dat 31 pixels. En aan de onderkant, het was iets meer, denk ik, even opnieuw. 1 pixel meer dan wat ik heb geselecteerd. 35. Dus 31, 35. Dus boven aan 2 columns tekst. Even kijken, dus 2 columns tekst. Dan gaan we margin aangeven. Margin. Boven moet het 31 pixels zijn. Dan aan de rechterkant 0, onderkant 35 pixels en aan de linkerkant 0. Dus als ik nu ga kijken, dan heeft hij zich eigenlijk daarvan afgeduwd. En deze heeft hij ook ruimte tussen gecreëerd. Perfect. Even kijken hoe het zit met die 1 derde kolom en hier beneden. Daar moet ook nog een wit ruimte tussen zitten. Dat is 44 pixels. Dus nu moeten we eigenlijk die 1 derde kolom aan gaan passen aan de onderkant. Dus boven niks, 10 aan de rechterkant, 44 pixels aan de onderkant. En nu kan ik dus deze ook niet zo noteren, want dan klopt het niet meer. Want dan zet hij die bovenkant ook, of die onderkant gaat hij dan ook resetten naar 0. Dus ik ga hier dus neerzetten 0 pixels, 44 pixels en dan 0 pixels. Oh, ik heb een foutje gemaakt. Dubbele quote, of een dubbele punt komma. Even kijken. Dus we krijgen nu dit. Dus dat is prima, dat is perfect. Nu ga ik even kijken hoe, hier zit ook nog een wit ruimte tussen. Dat is dus 10 pixels en aan de onderkant 11 pixels. Nou, ik zal beide 10 pixels geven, dat is misschien wel zo netjes. Dat is dus voor die, even kijken, footer bovenkant. Margin. 10 pixels aan de bovenkant, 0 pixels aan de rechterkant, en omdat ik onder ook 10 pixels aan de onderkant en links 0 pixels heb, noteer ik hem zo. Dan krijg je dus dit. En je ziet dat er iets raars gebeurt, want hier begint eigenlijk witruimte te ontstaan hierboven. En hij duwt eigenlijk de footer div die er eigenlijk omheen zit, die duwt hij ook 10 pixels omlaag.
En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want ik wil eigenlijk die aansluitend hierop hebben. En dan hier 10 pixels hebben. Dus daar gaan we zo meteen even wat aan veranderen. Dan ga ik deze nog even goed zetten. Dus tussen deze en deze moet dus witruimte komen. Dan kun je dus kiezen om te zeggen van nou, ik ga deze links witruimte geven of die aan rechts. Nou ja, ik doe altijd meestal gewoon van links naar rechts werken. Dus doe ik deze eerst witruimte geven. Als het nodig is, doe ik die dat ook. Maar goed, even kijken. Dus voetennavigatie moet waarschijnlijk wat ruimte hebben. Zoals ik me kan herinneren, ook 10 pixels. Dus voetennavigatie, margin, 0 aan de bovenkant, 10 aan de rechterkant, 0 aan de onderkant en 0 aan de linkerkant. Dus ik ga weer kijken. Ja, dat klopt helemaal goed. Of ja, dat klopt helemaal goed. Dat is geen goed Nederlands. Dat klopt helemaal of dat is goed. Nu moeten we eigenlijk dit nog fixen, dat we dus hier eigenlijk wat ruimte, dat deze eigenlijk hierboven aansluit. En dat doen we eigenlijk met het volgende. Daar gaan we dus eigenlijk in plaats van een margin, gaan we dus een padding aangeven. En ik zal ook weer aan de hand van een plaatje uitleggen hoe een padding werkt.